allemaal, het is vandaag voor tijd van mijn favoriete producten van de afgelopen maand, van de maand september. Dus laten we maar gauw beginnen. Ik ben fleurig gekleed. Het is eigenlijk geen fleurig weer meer, maar... te beginnen met degene die ik volgens mij in mijn favoriet van augustus al noemde. En dat ik zei dat ik hem pas kort had, maar dat hij nu een favoriet was. Ik wil hem daarom toch nog heel even laten zien, want ik vind het echt een fantastisch product. Dit is de Body Shop Honey Bronze Drops of Sun. En dit zijn druppeltjes in een pipetje. En hartstikke bruin zoals je ziet. En wat dit doet is, als je bijvoorbeeld je foundation niet meer helemaal de juiste kleur is. Of je gezicht met nog niet helemaal met je lichaam. Dan meng je dit bijvoorbeeld met je dagcreme of met je foundation. Of wat ik ook vaak deed met mijn zonnebrand. Gaat ook die witte waas een beetje weg. En dan heb je gewoon instant een beetje een bronzy glowy skin. Ik vind het echt... super fijn spul. Ik gebruik het nu nog steeds omdat ik wel wat kleur heb van de zomer. En dan kan ik mijn foundation daar makkelijk mee matchen. Super spul. Dan heb ik twee potloden voor de ogen. De Sephora Colorful Shadow & Liner. Dat is deze. Dit is de kleur Taupe. Ik zal hem even laten zien. Een hele mooie taupe kleur. Super mooi. Een beetje... klein beetje een soort paars erin en hele mooie, een beetje koele kleur. En dan geheel aan de andere kant van het spectrum deze kleur. Die zal ik ook even ernaast swatchen. En dit is de Charlotte Tilbury Color Chameleon in Bronzed Garnet. En allebei de dopjes moet je langzaam dicht doen, want anders dan, ja, dat mis. Dan schiet hij er weer uit. Oh, ik ben aan het knoeien. En dit vind ik allebei super fijne potloden. Ik heb nu die van Charlotte Tilbury op. Maar ik wissel ze een beetje af. Wat ik doe is, ik doe een beetje van het potlood. Dan blend ik het met een blendingkwast en dan ben je klaar. En dat vind ik super makkelijk, praktisch en snel. En deze vind ik allebei heel fijn. Die Charlotte Tilbury, die beweegt, gaat echt nergens heen. Als je die opdoet, de rest van de dag zit het goed. Moet er wel snel mee werken, want hij droogt vrij snel op. Dus... je moet één oog doen en dan meteen blenden en dan het andere oog meteen blenden. En deze heb je iets meer tijd, maar is ook iets minder vast. Alhoewel die wel waterproof is. Dus als je hem even goed laat opdrogen, dan krijg ik dus straks deze strepen er gewoon niet meer af. Dus dat is top. Maar deze vind ik allebei heel erg fijn. En je hebt dit ook gewoon van budgetmerken. Dus ik kom even niet zo op wie het allemaal hebben, maar de Maybelline's van deze wereld. En maar ook de Catrice, volgens mij hebben ook wel dit soort sticks. Maar ik vind deze gewoon heel fijn. En ik vind de kleuren vooral ook heel mooi. Vooral die Bronzed Garnet is echt super bijzonder. Het is een soort... brons, maar eigenlijk meer roeskleur. Ik vind hem heel, heel gaaf. En staat dat hij geschikt voor groene ogen. Maar bij blauw werkt het ook heel goed. Dan een highlighter. En dat is deze. Dit is de Becca Shimmering Skin Perfector in Opal. Maar dit is de vloeibare variant. Om toch aan het zwartje zijn, doe ik die er meteen naast. En daar zie je hem, maar ik zal hem even een beetje vervagen. Ik heb hem nu trouwens ook op, maar het is echt een hele mooie, het geeft echt een super mooie glow. Ik weet niet of het helemaal overkomt, maar het is echt prachtig. Dit is, ja, ik heb hem nu ook op. Het is gewoon een hele mooie glow die aan je huid geeft. Ik heb hem op vakantie heel veel gedragen. Als ik dan niet echt heel veel tijd had, en we gingen toch nog even ergens naartoe... deed ik een klein beetje tinted moisturizer op. Komt niet op Nederlandse naam. En dan deed ik een klein beetje crème blush op. Een beetje van deze highlighter. Een klein beetje mascara en klaar. Dan deze. Dit is de Anastasia Beverly Hills Perfect Brow Pencil. En dit is de kleur Taupe. En jullie kennen vast allemaal de Brow Wiz en de Brow Pomade. En allemaal hele fijne producten. Wat ik bij de Brow Wiz vervelend vond, is dat hij heel snel opgaat. Die niet ziet wanneer die opgaat. Nou, één grote irritatie. Als je mijn opgemaakt filmpje hebt gezien, heb ik me al over gehoord. Ik werd heel gefrustreerd van. Ik dacht, dan moet ik iedere keer een nieuwe kopen. Best wel prijzig. Hebben ze niet gewoon een potlood? En dat hadden ze. En sindsdien gebruik ik het potlood. Fantastisch. Nou, ik heb er nu ook mijn wenkbrauw mee gedaan. Het is gewoon aan de ene kant een spoelie, aan de andere kant een potlood. Ik moet hem wel weer even slijpen. Dat is dan het enige nadeel. Maar je doet er veel langer mee en... ik ben heel blij dat ik hiervoor ben gegaan. Dan nog een paletje. En deze heb je wel voorbij zien komen in een tutorial volgens mij laatst. En in een shoplog van Italië. En dat is dit palet van Sephora. Dit is het It Palette Delicate Nude.
En dat is dit palet met hele mooie nude kleuren, een beetje richting de roze kant. Hier hoort ook nog een oogpotloodje bij, maar die zit in mijn everyday bakje tegenwoordig. Het zijn hele mooie matte en shimmery kleuren. Het is niet het beste palet wat ik ooit heb gehad. En dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van de oogschaduw, want ze zijn een beetje poederig. Maar de kleuren zijn wel heel mooi. Ik zal even een paar van mijn favoriete swatchen. Hier zie je er twee. En het komt niet helemaal over op beeld, maar het zijn echt hele mooie kleuren. Oh, daar gaat het kwastje. Even naast. Ik heb nu deze twee geswatcht. En dat zijn zeker twee van mijn favoriete kleuren. Maar er zit heel veel fijner bij. De ene die ik eigenlijk nooit gebruik, dat is deze lichtroze kleur. Want ik weet niet zo goed wat ik weer aan moet. Maar heel fijn paletje. En ik vind ook de look heel mooi. Het ziet er heel chic uit. En ja, ik ben er heel blij mee. Dan een bronzer. En deze is van Lily Lolo. Heb je al vaker voorbij zien komen op mijn site. Ik kende het merk voorheen niet. Maar ik krijg altijd super lief product van ze toegestuurd. En dat zijn vaak hele fijne. Zoals deze bronzer. Dat is de Illuminator in Bronze. En het is echt wel een behoorlijke bronzer. En daarom heb ik hem in de zomer graag gebruikt. Tenminste sinds ik hem heb, want ik heb hem nog niet super lang. Even ertussen doen. Even kan zien. En het is ook heel mooi als oogschaduw. Maar ook gewoon als bronzer. Ik heb hem laatst ook in een look gebruikt. En ja, het is een heel fijne crème structuur. Het is allemaal mineralen make-up. Dus dat is ook fijn. Het is gewoon een fijne bronzer. Ik kan niet anders zeggen. Het heeft een hele mooie subtiele glow. En zeker als je bruin bent, is het gewoon heel mooi om dan niet eens een blusje te doen. Maar alleen een beetje die bronzer over je wangen te swipen. En klaar ben je. Dan heb ik nog twee. Alles aan mijn hand gesmeerd. Het ziet er helemaal heel charmant uit nu. Nog twee andere favorieten. Als eerste dit horloge. Dit is het Cluze horloge. En dit is de La Bohemium uit mijn hoofd. En je hebt ook de minimal of mini. Nou, in ieder geval de kleinere variant. En deze vind ik heel mooi. Dit is de grijze kleur. Ik moet zeggen, op de site lijkt die grijzer dan dat die in werkelijkheid is. In werkelijkheid is hij iets meer taupe. Maar ja, ik ben gek op taupe. Dat mocht je dat niet duidelijk zijn. Dus ik vind dat alleen maar mooi. Het is een beetje een suède bandje. En het leuke vind ik dat je de bandje ook vrij makkelijk schijnt te kunnen verwisselen. Dus ik wil er nog een ander bandje bij bestellen. Eigenlijk een rosé gouden zoals het klokje is. En dan is het gewoon een rosé goud bandje, maar dan van metaal of iets. Zodat je makkelijk van stijl kan wisselen. Ik zal hem even laten zien zeg maar, hoe die om zou zitten. Zo, ik vind dat echt een super mooi formaat. Ik hou van een iets groter klokje. Maar hij is wel heel plat en licht. En ik heb hem gekregen als cadeautje van mijn schoonouders voor mijn verjaardag. En daar ben ik heel blij mee. En dan als laatste het boek wat ik deze vakantie heb gelezen. En ik dacht ineens, dat is ook nog wel leuk om dat even mijn favorieten te laten zien. Ik ben trouwens nu Het meisje in de trein aan het lezen. Ook een bekende. Maar ik heb Huidpijn van Saskia Noord gelezen. En ik ben gewoon gek op Saskia Noord boeken. Ik lees ze heel graag en ze hebben me nog nooit teleurgesteld, moet ik zeggen. Ik weet niet, ik was heel blij dat er deze zomer weer eentje uitkwam. En ja, wat moet ik erover zeggen? Het was niet een thriller zoals ik de thrillers normaal van haar ken. Want normaal zit er wat meer spanning in. Ik vond deze niet heel spannend, maar ik vond het wel. Ik vond het was meer een roman, maar ik vond het desalniettemin heerlijk om te lezen. Ik vind het altijd heel lastig om iets over een boek te vertellen zonder dat ik enorm enorme spoilers geef. Maar het, als je van Saskia Noord houdt, zou ik het je zeker aanraden. Sowieso, als je van literaire thrillers bent, kijk een keer naar de boeken van Saskia Noord. Ik ben er echt gek op. Ja. En dat was het. Oh, ik had ook echt, weet je wel, dat je. Ik kon niet heel veel lezen deze vakantie vanwege natuurlijk Niels. Ik moest heel op hem letten. Maar wel dat ik, als ik aan het lezen was, ik echt ook wel echt doorlezen. En dat vind ik altijd zo'n heerlijk gevoel. Nou, dat heb ik nu bij Het meisje in de trein eigenlijk wel weer. Wat er wel, trouwens, dat is wel een lastig boek om op je e-reader te lezen. Omdat het over een aantal personen gaat. En hoofdstukken worden vanuit verschillende personen geschreven. En in verschillende tijd. Of zeg maar, de ene is dan 30 augustus 2013. En de andere is dan weer 2 juli 2000. Weet je, ik word er altijd een beetje, raak allemaal helemaal de knoop. En bij gewoon tastbaar boek kan je dan even snel omstaan. En bij de e-reader kost dat toch wat meer tijd. Dat is het enige nadeel van dit boek wat ik kan bedenken. Maar dat is puur omdat je het e-reader leest. Goed,
genoeg gekletst. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden zien. Ik ben heel benieuwd naar jouw favorieten van de afgelopen maand. Laat ook even weten of je al toe bent aan de herfst. Want ik moet er nog een beetje aan wennen, aan regen en zo. Ik weet niet wat voor weer het is op dit moment als jullie het filmpje zien. Want ik werk toch altijd iets vooruit. Maar nu is het in ieder geval niet al te best weer. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Maar het is echt een hele fijne. Ik heb hem dus maar één keer per dag gedaan. Zeker ook een tip als jonge ouders. Want